250 figuranten waren vandaag op de set in de Palmentuin voor de 19e draaidag van de buitenlandse musical The Missing Song. The Missing Song is een Nederlandse film die opgenomen wordt in Suriname en in Nederland. Volgens de producent Sabine Veenendaal zal de première van de film in 2017 tijdens de zomer in Nederland plaatsvinden. Missing Song is een productie van Submarine Film van Nederland. Veenendaal zegt verder dat de film over een jong meisje gaat genaamd Jasmine dat de gelegenheid krijgt om mee te doen aan een zangwedstrijd. 16 jaar, die is in Suriname geboren. Ze woont in Nederland met de vader. Ze is sinds de peutertijd niet meer terug geweest naar Suriname en ze wil heel graag. Alleen de vader zegt steeds dat gaan we voorlopig nog niet doen. En op een dag wint ze door mee te doen aan een wedstrijd, een zangwedstrijd, een ticket. En ze gaat naar Suriname en ze komt hier aan en ze doet aan de ene kant mee aan die wedstrijd, maar aan de andere kant wil ze heel graag weten wie haar moeder is en waar ze vandaan komt. Dus ze komt een beetje in conflict met zichzelf. En gaandeweg is ze en bezig om de roots te achterhalen en ze is bezig om mee te doen aan de wedstrijd. En de scène die we vandaag spelen is eigenlijk de eindscène waarin het haar uiteindelijk toch lukt om bij een prachtige eindwedstrijd te zijn. Sabine Veenendaal, producent The Missing Song. Kenny B, de Surinaamse reggae-artiest die zich onlangs als stemacteur heeft waargemaakt in de nieuwste Nederlandse Disney-film Wayana, heeft ook een rol in de musical The Missing Song. Ik vind het leuk, ik vind het heel mooi in elkaar gezet. Ik vind het heel mooi dat ze Suriname gekozen hebben om zo'n mooie film te maken. Maar vooral ook dat ze de Surinaamse mensen in de productie hier erbij betrekken, vind ik echt zo mooi om te zien. Wat wij hebben gedaan, we hebben de lokale crew en de casting van alle mensen die meespelen in deze film, hebben wij geregeld. Dus ik begrijp dat Sabine net verteld heeft dat er maar 16 mensen uit Nederland zijn gekomen. Maar zoals jullie net op die foto's zagen, er werken tientallen mensen mee. We zijn met bijna 60 man hier en de meeste mensen komen gewoon uit Suriname. Ze leren, ze krijgen een opleiding on the job en uiteindelijk moet het lukken. Vandaag hebben we hier zo'n 250 figuranten. Ja, dat is een grote groep. Ongelooflijk. En ik moet zeggen, het team van de Backlot heeft gewoon ongelooflijk gewerkt om die mensen ook hier te krijgen. Het is gelukt. En het is ook een hele leuke groep. Je ziet ze daar al aankomen. Zij zijn het publiek bij deze show. Dit is eigenlijk in de film de laatste scène, waarbij de ontknoping van het verhaal komt. En daar zijn zij onderdeel van. We hebben bijna 3000 kilo aan vracht uit Nederland hier naartoe gevlogen. Er werken nu gemiddeld zo'n 500 mensen vandaag mee aan deze productie. Dus je begrijpt waar we over praten. Dit is voor Suriname gewoon geweldig. En tot slot was dat Henna Draaibaar, directeur van de stichting The Backlot. We spraken haar vanmorgen bij de filmopnamen van de musical in de Palmentuin.